co-main event van de avond zal gaan tussen Ella Quinta en Dan Hooker. La Quinta staat bekend om zijn verrassingsmoves. Hij kan een andere vechter nog wel eens een beetje van zijn stuk brengen. Als je kijkt naar Dan Hooker, die heeft toch wel het lengtevoordeel in dit verhaal. Wij denken dan ook dat Hooker zal winnen en dan op unanieme beslissing van Ella Quinta. Ari Quinta is de nummer 6, Hooker de nummer 15. Hooker vecht met zijn maatje Adesanya op hetzelfde evenement. Ik denk dat Ari Quinta gaat winnen, simpelweg vanwege zijn mix van boksen, zijn snelheid en zijn worstelen. Hooker is de langere vechter, heeft ook wat meer knockout power met zijn knieën en met zijn lengte. Maar ik denk dat Ari Quinta zich daar wel een weg omheen weet te banen. En ik denk dat hij dan ook wint via de jury. Kijk, Ya Quinta, een super sterke kin. Heel erg gevaarlijk in zijn aanvallen. Echt wel een MMA-bokser. Ik denk dat dat wel een beetje zijn specialiteit is. Maar hij heeft problemen met mensen die langere rijkwijd hebben dan hun. Weet je, die toch wel langer zijn. Ik bedoel niet in de lengte, maar meer in de reach. En Hooker is iemand die dat heeft. En die daar ook gebruik van gaat maken. Ik zie geen finish, maar ik denk wel dat het complete chaos wordt. Fight of the night. Ik denk persoonlijk dat Hooker het uiteindelijk naar zich toe trekt en wint via jurybeslissing. Het gevecht tussen Israel Adesanya en Robert Whittaker is wel bijzonder te noemen. Beide vechters zijn goede strijkers. Er kan nog wel eens een verrassingselement in komen. Als je kijkt naar Adesanya, dat is toch een man met een goede kickboxachtergrond, onder andere bij Glory Kickboxing. Die zal zijn best doen om Whittaker toch wel te gaan uitschakelen. Hij blikt nu ook al voor op partijen tegenover andere grote vechters binnen de UFC. Toch denken wij dat Robert Whittaker met zijn ervaring en met zijn kunde een knockout zal scoren en wel in de tweede ronde. In het main event van UFC 243 vecht Robert Whittaker, de onbetwiste kampioen op middengewicht, tegen de interkampioen Israel Adesanya. Ja, Robert Whittaker die heeft zijn sporen wel verdiend. Twee keer Yoel Romero verslagen. Vecht zijn eerste partij in 16 maanden. Door meerdere ongevallen, meerdere blessureleed. Komt hij voor het eerst terug. Dat op eigen grond. Dat tegen Adesanya, een van de upcoming men in de UFC. Upcoming men. Als je interkampioen bent, dan ben je natuurlijk al vrij bevestigd. Whittaker, excellente karate-achtergrond. Goede worstelachtergrond, nog nationaal kampioen worstelen in Australië geworden. Tegen Adesanya, excellente kickboxer. Dat heeft hij in Glory laten zien, heeft het over de hele wereld laten zien. Nog gewonnen van Yusri Belgorui twee keer. Dan kan je wat, zeker. Wat gaat het verschil maken? Ik denk dat Robert Whittaker's worstelen het verschil gaat maken. Ik denk de gevaar voor de takedowns in mix met zijn gevaarlijk snelle stoten. Ik denk dat dat te veel zou worden voor Adesanya. Dus mijn hart zegt eigenlijk Adesanya, maar mijn hoofd zegt Whittaker. Dus ik zeg Whittaker via decision. Aan de andere kant, Whittaker heeft nooit eigenlijk tegenover iemand gestaan als Israel Adesanya. Weet je, het is zo'n gevarieerde striker dat het is moeilijk om iemand te vinden die hem na kan doen. Ik denk dat dat ook wel een probleempje gaat zijn. Kijk, Whittaker die gaat vooruit. Als Adesanya daarop heeft voorbereid en meer heeft gefocust op counterstriking, kan het best wel een gevaar zijn. Helemaal dat rechterhandje van Whittaker die af en toe naar beneden zakt als hij aanvalt of als hij überhaupt beweegt. Ik denk dat Adesanya gaat faken, veel schijnbewegingen gaat maken. Dan ziet hij hoe zijn tegenstander daarop reageert en dan gaat kiezen met zijn snelheid en zijn accuratie om toch wel de aanval in te zetten. Kijk, naar de grond denk ik dat Whittaker wel een voordeel heeft. Ik denk niet dat hij Adesanya zou kunnen finishen op de grond, omdat Adesanya toch wel snel opstaat. Maar als Whittaker bovenop is, heeft hij een heavy top game. Heel dominant, keihard. Hij weet zich de posities goed te bewaren en heeft daar ook een variatie aan manieren hoe hij deze partij kan eindigen. Kan met een submission, kan ook met strikes. Ik denk dat Adesanya uiteindelijk wel opstaat, maar dat het toch wel vermoeiend is om elke keer die takedowns weer te verwerken. Voor mijn officiële voorspelling denk ik toch dat Adesanya in de tweede ronde toch wel een gaatje zou kunnen zien om Whittaker te raken. Dat ook gaat doen. Whittaker naar de grond gaat, aangeslagen en dat Adesanya dit afmaakt. Scheids komt ertussen, einde oefening. Israel Adesanya is de nieuwe kampioen in het middengewicht.